Crazy Kermis. In elke aflevering strijden twee teams om de winst. Ze krijgen 8 opdrachten. Zij bepalen welke ze doen en in welke volgorde. Elke opdracht levert bepaalde punten op. Het team met de meeste punten wint. Wie wint de meeste afleveringen en krijgt de eeuwige roem? Dit is Crazy Kermis. Succes! Attention! Oké, doe 100 keer de bokkensprong. Doe een goede daad. Doe met zoveel mogelijk mensen de tap. Feliciteer een jarige, laat zien dat die persoon jarig is. Maak je eigen oliebol. Bezorg een lunch. Eet een banaan in een octopus. Drink een biertje op met een tampon opa. En zit in een buggy. Hij kruipt voor in een wachtrij. Nou, dit zijn wel leuke opdrachten. Dit zijn leuk. Ik heb wel een goed gevoel. Ik voel me wel een beetje ondeugend en brutaal eigenlijk. Ja, lekker. Dat is hier. Oké, laten we daarin. Als we voordringen en de Lor een lunch bezorgen, samenvoegen. Dus gaan we een lunch maken, dan dringen we voor in de rij. Hé, hey, daar is hij, hè? Kleur van de winnaar. Zullen we hier voordringen in de rij? Ja, inderdaad. Dan moeten we erin. Goedemiddag. Hallo, sorry, maar voor even eerst. Hallo, wij komen een lunch maken. Ja? Nou, helemaal goed. Maar we hebben voorgedrongen. We hebben voorgedrongen. Ja, daarom. Daarom. Oké. Zelf een oliebol maken. Mag ik dat bij jou komen doen? Ja? Zo. Feest! Zijn dat oliebollen? Dit worden Die zijn al gegeten volgens mij. Het leeft gewoon. Het leeft. Het bubbelt, het leeft. Moet ik het een keer volgen? Graag. Het ziet er makkelijker uit als het is, hè? De octopus. Die is binnen. Het is tijd dat ik de oliebollenbakker word. Kijk eens wat een bol. Tik hem aan, ouwe. Dat is 1,60 alsjeblieft. 5. Jongens, dit gaat heel veel tijd in nemen. We moeten snel door, want anders gaan de vrouwen winnen. Ja, maar dat is jouw schuld. Jij gaat het ook nog verkopen. Bent u toevallig jarig? Nee. Is iemand jarig hier in de zaal? Neem ik even van. We blijven wel hier bussen. Worden de handen gewassen? Wat fijn. Ik geen lunch. Een snoepje. Ja, dat wordt dan. Hartige snacks. Naar Super Show. Zo. De buiten is binnen. Jazeker. Nu moeten we snel door naar de... Naar de octopus. En we moeten banaan hebben. En we moeten mensen laten dabben. En we moeten daar een broodje bezorgen, toch? Hallo. Kennen jullie allemaal de dab? Jullie allemaal de dab doen? Alle zo. Goed zo. Jullie ook. Kom op. Dankjewel. Doei. Kijk, daar bij die kraam heb je gewoon bananen staan. Ze staan zelfs op de banner. Heb jij misschien een banaan voor mij? Heeft het in Duits of Engels? Dit is dus dezelfde banaan als die Colin heeft gegeten bij een eerdere opdracht. Dat zag er niet heel erg sexy uit. Ik ga proberen om het iets vrouwelijker naar binnen te werken. We willen graag een goede daad verrichten. Heeft u zin in een lekkere lunch? God. Nou, liever niet eigenlijk. Ik heb net gegeten. Hallo. Doen wij een goede daad door u geen lunch te geven? Heel goed. Dank u wel. Karen? Het is heel lekker. Voor later. Helemaal vol. Wilt u wat hebben? Later. Ja, en dan een broodje bij. Geniet ervan. Eet smakelijk. Bedankt, hè. Wie is er jarig? Iemand jarig? Wie is er jarig? Ben u jarig? Ja, we hebben jarig. Kunt u dat aantonen? Kunt u het ook aantonen? Even kijken. Ja. 26 juli. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Ik kan geen banaan meer eten. Ik kan die echt niet meer zien. Hou op, hè? Ik kan geen banaan meer eten voor de rest van de hele kermis. Mogen wij één van ons in de buggy even zitten voor de opnames? Krijg je 5 punten voor. Ik zit best comfortabel, jongens. Oh, fotootje. Fotootje. Helemaal goed. Een hele geile foto.
Je gaat hem niet. Ah! Vind ik leuk. Retweet. Ik vond het niet leuk. Echt niet leuk. Ik vond het eigenlijk wel diepgang hebben. Ja, dat vond ik ook. Bon, die vrouwendingen zijn wel echt, het zijn wel echt vrouwelijk. Heb je ook een bericht? Ik heb een bericht. Gelijkstand, mannen en vrouwen. Krijgen we ooit nog een andere stand te horen? Oké, ik zit weer aan het typen. Ik lees hem voor en dan ga ik op de grond zitten en bemoei ik me nergens meer mee, Ja. Johan Vleming zit samen met 15 andere passagiers in de booster XXL. Een rit duurt 6 minuten. Bezoekers betalen 5 euro per ritje. Hoeveel geld wordt er maximaal per uur verdiend? Het zijn 16 personen. Dus 60 is 10. 5 keer 15 is... 50 keer 16. Is... 800. Zij zeggen 800. Wij zeggen 750. Oké. Ja! Nee. We hebben verloren. De uitleggen. Meer van niks niet. Het is Johan Vlemmings en 15 personen zitten in de attractie. Het zijn 16 personen. Dus ik zeg, wij gaan hierop. Dikke doei. Ik kan er niet op. Ik blijf wachten. Doei! Kermis FM.